Dus zoals Katrien heeft gezegd, ga ik jullie een korte toelichting geven over de herwerking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Een korte herinnering eigenlijk. Ik vermoed dat de meesten van jullie wel al weten waarvoor die precies staat, de verordening in zaken hemelwaterputten. In eerste instantie gaat het natuurlijk over het gebruik van hemelwater en over de infiltratie en de buffering van en lozing van hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies. En er wordt ook wel behandeld dat hemelwater en afvalwater van elkaar moet gescheiden worden. We hebben een nieuwe verordening opgemaakt en daar worden enkele nieuwe definities in opgenomen. De eerste definitie is de definitie van retentiedak. Daar is eigenlijk een dak waar dat je water op gaat bufferen. En dat kan verschillende toepassingen hebben. Je kan dat gaan bufferen om te kunnen gebruiken als groendak of als een buffervoorziening met vertraagde doorvoer. Daarnaast hebben we ook gemerkt dat er nood was aan een definitie voor waterdoorlatende verharding. Dus die hebben we ook opgenomen in de herwerkte GSV. En we hebben een definitie voor de werken aan de afwatering ook toegevoegd. En waarom hebben we die toegevoegd? Wel, het is de bedoeling, dat is een eerste grote aanpassing van de nieuwe GSV, dat bij grote projecten, grote verbouwingsprojecten, ook hemelwater gaat gebruikt worden. Dus dat daar ook hemelwaterputten gaat plaatsen bij grote verbouwingswerken. Die hemelwaterputten die gaan ook vergroot worden. Voor de kleine huizen gaat het nog altijd hetzelfde blijven, nog altijd 5000 liter blijven. Maar als je een groter dakoppervlakte hebt, gaat dat naar 7500 liter of zelfs naar 10.000 liter gaan. Omdat we gemerkt hebben dat die putten eigenlijk vaak kunnen leeg komen te liggen en dat het toch wel relevant is om daar grotere putten te gaan voor voorzien. Voor hele grote dakoppervlaktes, dus groter dan 200 vierkante meter, is het afhankelijk van de grootte van je dakoppervlakte hoeveel hergebruik je gaat in je put gaan moeten hebben. In Vlaanderen staan we voor een heel grote uitdaging om zowel droogte als overstromingen in de toekomst te baas te kunnen. Als Vlaamse architectenorganisatie vinden wij dat architecten hier een belangrijke rol in te spelen hebben. Daarom zijn wij ook heel gelukkig met de nieuwe hemelwaterverordening. Die zal een groot verschil maken om architecten handvaten te reiken om in de toekomst deze strijd aan te kunnen. Concreet zijn wij heel tevreden over een zestal punten in de nieuwe hemelwaterverordening. Twee daarvan zijn echt baanbrekend. Eerst en vooral zal de hemelwaterverordening ook van toepassing zijn voor renovaties. Als we erbij stilstaan dat ongeveer 90.000 woningen per jaar gerenoveerd worden, dan zal dit een wezenlijk verschil maken. Daarnaast zal de hemelwaterverordening ook van toepassing zijn voor openbaar domein. Dat zal een heel groot verschil betekenen als we erbij stilstaan dat ongeveer 1/3 van de verharde oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit openbaar domein. Ook kleinere percelen zullen voortaan een infiltratievoorziening moeten plaatsen. Ook dat zal een wezenlijk verschil maken. Ondergrondse infiltratievoorzieningen zullen tot het verleden behoren. Alle infiltratievoorzieningen zullen standaard bovengronds voorzien worden, tenzij het niet anders kan. Dat vergroot de inspecteerbaarheid van de infiltratiesystemen. Er zullen ook grotere regenwaterputten moeten voorzien worden. Als er meerdere aftappunten in een woning geplaatst worden, dan is een regenwaterput van 5000 liter te krap. Tot slot zal er ook meer gekozen kunnen worden voor collectieve infiltratievoorzieningen en collectief hergebruik van regenwater. Dat was in de huidige verordening al mogelijk, maar wordt nu extra aangemoedigd in de nieuwe verordening. We bevinden ons hier in een project in Wijnendalen, waar de principes van de nieuwe hemelwaterverordening al zijn toegepast in 2017. We hebben hier gekozen voor een infiltratiesysteem voor zowel de woningen als de openbare ruimte, die centraal op het woningplein zich bevindt in de vorm van twee grote wadi's. De wadi hebben een diepte van ongeveer 1,40 meter. Dat zit iets dieper dan de hoogste grondwaterstand, waardoor we in de winter water in de wadi zullen hebben. We kozen specifiek voor een bovengronds infiltratiesysteem, omdat het zeer inspecteerbaar is, gemakkelijk in onderhoud en dat het ook een ecologische meerwaarde betekent voor de woonwijk. We hebben de wadi aangesloten op putten die we voorzien in een overstort naar de riolering. Deze overstort treedt eigenlijk maar in werking bij een eenmalige bui om de 100 jaar. Dus een zware regenbui. Daar zit een schuif in. Die kan geopend worden
als men het onderhoud aan de Wadi zou willen realiseren. Deze projecten tonen duidelijk aan dat het mogelijk is om de principes van de nieuwe hemelwaterverordening toe te passen in de praktijk, zolang je maar vroeg genoeg in het ontwerp denkt aan water. Op zich legt dat decretaal kader drie belangrijke principes vast. Eerst en vooral, we gaan de terminologie die al jaar en dag gebruikt wordt bij de watertoets, hè, mogelijk een effectief overstromingsgevoelig gebied, die gaan we schrappen. Zeker rond die mogelijk overstromingsgevoelige gebieden was er vaak toch enige verwarring of onduidelijkheid wat daarmee werd bedoeld. Dus vandaar, we stappen af van die terminologie. Dat is natuurlijk gelinkt aan het volgende. We gaan heel duidelijk omschrijven wat een overstromingsgevoelig gebied is en we focussen daarbij op de drie overstromingsbronnen die in Vlaanderen zich kunnen voordoen. Dat zijn overstromingen vanuit de zee, fluviale overstromingen, dat zijn de grote rivieroverstromingen, zoals we in 2021 nog gehad hebben, juli 2021 of november 2010 bijvoorbeeld. En tot slot de pluviale overstromingen. Zeker die pluviale overstromingen is toch een nieuwe kaartlaag of een laag die nog weinig gekend was voorheen. Maar dat is eigenlijk de kaart met overstromingsgevoelige gebieden als gevolg van zeer intense lokale neerslag. Een derde punt dat in het decreet opgenomen was, was dat we een deskundige konden invoeren voor een overstromingsattestering af te leveren. We hebben ondertussen toch vele jaren dat de watertoets actief is. We hebben natuurlijk liefst dat er niet gebouwd wordt in overstromingsgebied, maar als er dan toch gebouwd wordt, moet er op een verstandige manier, een overstromingsrobuuste manier, gebouwd worden in overstromingsgebied. En dat kan eigenlijk die deskundige gaan attesteren als er in het kader van verkoop of verhuur een gewijzigde informatieplicht in voege treedt. De informatieplicht die is ingevoerd in 2013, naar aanleiding van de overstromingen van 2010. En de verkoop of verhuur voor meer dan 9 jaar moet men eigenlijk in de publiciteit aangeven of dat men al dan niet gelegen is in overstromingsgebied. In de toekomst blijven het hetzelfde. Hè? Dus als men een verkoop of een verhuur voorziet, zal men op internet gaan kijken of dat men al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Daar zal deze website voor opgericht worden. Je moet daar nog niet naartoe surfen, die is nog niet online. En die website zal meteen meegeven of dat het perceel of het gebouw overstromingsgevoelig is. Hè? Dus we willen het gebouw en het perceel uit elkaar trekken, zodanig dat het heel duidelijk is bij verkoop of enkel een stuk van het perceel getroffen wordt door overstromingen of ook het gebouw dat op het perceel staat. Daarnaast, de meeste mensen zullen waarschijnlijk akkoord zijn waar dat er uit die automatische berekening komt, kunnen overstromingsrobuuste gebouwen, waar men toch van mening is dat we een andere informatieplicht of een andere score krijgt, kunnen die deskundigen inschakelen. En die deskundige kan dan inderdaad op terrein gaan analyseren of dat gebouw voldoende beschermd is tegen overstroming om bijvoorbeeld een minder kritieke overstromingsscore te krijgen. En als dat effectief zo is, mag dat ook gebruikt worden bij de informatieplicht. We staan hier nu onderaan een landbouwweg die uitkomt op de Steenweg. Momenteel is deze weg relatief droog, maar tijdens hevige onweders verandert deze veldweg in een water- en modderstroom. Water- en modderstromen die afkomstig zijn van de hoger gelegen delen in het landbouwgebied en die dan eigenlijk door deze veldweg opgevangen, gecollecteerd worden en die dan eigenlijk afgevoerd worden naar de Steenweg. Het grote voordeel van de nieuwe overstromingskaarten is dat ook dergelijke watermodderstromen, eigenlijk overstromingen, dat die ook meegenomen zijn. En als we nu, laten we zeggen, kijken naar wat de uitkomst is van de modeloefeningen, de computermodellen, en we komen kijken tijdens een gegeven regenbui, dan zien we eigenlijk dat dat zeer goed matcht en dat daar een zeer goede overeenkomst is. Zodanig dat we ook voor dat soort van overstromingen kunnen we eigenlijk de nieuwe overstromingskaart gebruiken in onze adviezen naar nieuwe woningen toe die gebouwd worden langs de Steenweg.